Hans, leuk dat je even iets wil vertellen over jouw over je klachten. Vertel eens even, waar had je precies last van? Duizeligheid. Zoek maar dat ik dagenlang uit de relatie was. Mm-hmm. Dagenlang zat ik op de bank naar een televisie te kijken die uit was, maar had ik in ieder geval een richtpunt, dan kon ik mijn hoofd niet bewegen. Hoe lang had je die klacht al? Meer dan 30 jaar. En waar ben je overal geweest? Eerst naar Vught. Dokter Everaard, prima vent trouwens, die heeft me verwezen naar de Universiteit van Leuven. Mm-hmm. Ook hartstikke leuk, prima dokter, maar niet opgelost. Mm-hmm. Vervolgens ziekenhuizen, 2 keer een EEG gemaakt. Ik ben een hele dag bezig geweest bij het Nationaal Duizeligheidscentrum in Apeldoorn geweest. Daar stond eigenlijk bij het binnenkomen al vast dat het evenwichtstoornis was. En s'avonds stond het nog vast. Ik zeg, dokter, dat komt uit de nek, maar de mening van een leek wordt dan niet op prijs gesteld. Ja. Soms bleef het al een jaar weg, maar het kwam altijd terug. Ja. Dus bij het opstaan 's morgens viel ik terug in bed. Ja. En in het gunstigste geval, want in het ongunstigste geval, lag ik of tegen de radiator of tegen de kleerkast. Ja. Ja? En, dan had ik en tot... heb je ook medicijnen gebruikt in die periodes? Nee, nooit gebruikt. Nee, het is altijd handmatig geweest. Hè? Ja. Dus massage en het rechtzetten van de nek. En ik weet allemaal niet wat ze geprobeerd hebben. Hey, en nu, hè? Want je hebt natuurlijk 30 jaar klachten, heel veel last van duizeligheid, nooit iets kunnen verhelpen. Nee. Nu kwam je mij met ernstige duizeligheid klachten binnen, je had heel veel last. De laatste tijd zat ik alweer wekenlang 's morgens in de stoel, mm-hmm. tot halverwege de dag, dan kon ik me weer bewegen. En via Francis die hier kwam, ben ik met jou in contact gekomen. En vertel eens even, wat heb ik gedaan en wat is verbeterd na hoeveel behandelingen? Het merkwaardige is, na de eerste behandeling met die naalden, waar ik trouwens een beetje sceptisch was, de eerste volgende morgen was het weg. Dus ik stond gewoon op en ik was zelf verbaasd van mezelf dat ik niet gelijk omlag. Ja, het werkt perfect. Ja. En, je zegt zelf, dat kennen we in Nederland al 12 jaar, dat dry needling. Mm-hmm. Ik begrijp niet dat al die mensen die ik tot recent gezien heb, daar nooit aan gedacht hebben. Nee, nee. Want ook in Veghel adverteren ze met dry needling. Ja. Dus je zou toch zeggen, dan is iemand op een idee gekomen om dat te doen. Ja. Maar nee, helaas. Oké, dus we zijn nu eigenlijk, ik zat even te kijken, maar volgens mij een behandeling of 5 verder. Hè? Het gaat eigenlijk nog steeds heel goed. Hè? Heel dus goed. Nog steeds niet teruggekomen. Nee, nee, nee. En, ja, bedankt voor je tijd en bedankt voor je dat je even in de video wilde vertellen. Ja, en, maar het bewijst me weer, ik ben al die tijd van het kastje naar de muur gestuurd. Ik heb heel veel kastjes gezien, ik ben tegen heel veel muren aangelopen. Ja, dus het is mooi geweest, 30 jaar. Precies. Uiteindelijk is er meer mogelijk, meer mogelijk dan je er zelf denkt. Hè? En er is altijd een oplossing voor iedere klacht, dus bedankt voor je tijd. Graag gedaan.